op record en dan komt dat wel goed. Dacht ik zo. 49ste Shark Talk. Damn. Het is gewoon nog 2 dagen en de podcast bestaat gewoon 1 jaar. Oh, mooi. Dat is goed. Ja. En eindelijk hebben wij eens een keer tijd gevonden om eens te zitten. Ja. Ik ben niet zo vaak in Limburg, hè? Nee. Soms, maar... Nou, je hebt toch wel een paar keer in Limburg gestaan. Mm-hmm, dat wel, maar ik bedoel, ik sta er niet elke week. Nee, het is ook gewoon een heel stuk reis ook. Hè? Klopt, ja. Want iedereen kent je als Abelladier, maar het is gewoon Marinus. Ja. Toch? Mm-hmm. En op het podium is het nog steeds Abelladier. Ja, het is een artiestennaam, hè? Dus ja. Maar de ene moment sta je met een band, ander moment sta je alleen. Mm-hmm. Is dat iets waar je een bewuste keuze voor maakt? Of is dat gewoon net toeval hoe het uitkomt op zo'n tour moment? Nou, ik had toevallig net ook met de geluidsman erover. Het is, ik ben een aantal jaar geleden, 2010 is best wel een tijd geleden inmiddels, begonnen om in mijn eentje te spelen in de huiskamers. Omdat ik destijds een soloplaat had gemaakt in mijn eentje. En het was een hele kleine, ja, intieme plaat voor mijn gevoel. En ik zag me dat zelf niet zo snel op podia doen. Ik wist niet zo goed hoe ik dat dan moest doen. En vond het misschien ook wel te eng. En toen ben ik eigenlijk de huiskamers ingegaan. En daar kwam ik erachter dat het heel fijn is om kleine liedjes in een intieme setting te kunnen vertolken. En dat ik dan ook wat meer tussendoor kan vertellen over die liedjes. Of een goede anekdote over hoe het liedje ontstaan is. Of wat dan ook zoiets. En vanuit daar, ja, dat had ik op een gegeven moment wel heel erg te pakken. Die smaak van het alleen spelen. En later ben ik ook nog wel weer gewoon met bandjes of zo gaan spelen. Mm-hmm. Soms. Maar ja, het is gewoon iets meer moeite om met een band op pad te gaan. Alle timings moeten goed vallen. Iedereen moet net kunnen. Financieel vind ik het ingewikkelder. En, want ja, die gages zijn niet heel hoog. En ik vind het dan, ik hou er gewoon niet zo van om dan iemand heel weinig te bieden of zo. Weet je wel? We zijn allemaal muzikanten en we moeten gewoon allemaal geld verdienen en zo. Dus. Ik weet niet, ik loop daar heel vaak mee te struggelen. Wanneer ik het meestal doe, is als ik een nieuwe plaat uit heb en die plaat leent zich daarvoor om die live met een band te doen, dan doe ik het meestal nog en doe ik een rondje. En dan daarna lekker weer alleen. Vaak wel, ja. Ja. Want we hebben al best wel een paar keer gezien, in ieder geval, ik zie jou dan op het podium staan en heel misschien zie jij ergens een fotograaf voorbij huppelen. Ja. In de oefenbunker in Landgraaf. Ja. In de Nieuwe Noren, in het kerkje natuurlijk, wat er langs ligt. Ja. Misschien nog wel een paar keer, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, je hebt wel een paar goede inderdaad. En toen was het ook iedere keer een andere setting eigenlijk wat het was. En natuurlijk de vorige keer in het Salvenbergklooster in Heerlen, dan was het een hele mooie locatie waar die nummers ook heel mooi uitkomen. En dan sta je daar alleen. En het is ook niet zo dat je dan alleen op dat podium staat of zo. Want je speelt gitaar, je hebt je keys bij je. En dat vult elkaar gewoon goed aan en het wisselt elkaar gewoon lekker af. Dus het is ook niet dat je op dat moment een band mist of zo. Nee, ik had het gevoel toen ik begon met het spelen in mijn eentje, dat hoorde ik toch wel vaker van dat mensen het misten, een band eromheen. Toen dacht ik, snap ik en dat is ook prima. Later hoor ik dat, nu hoor ik dat minder. En ja, het is gewoon een andere dynamiek, het is een ander verhaal. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat je vraag was, maar... Ja, met een band is er meer, wordt het misschien wel een soort van muzikale, is er meer harmonie en weet ik wat allemaal. En staat het meer, kun je wat hardere nummers spelen bijvoorbeeld. Maar in je eentje is het juist wel heel mooi, vind ik, om een soort van intimiteit te zoeken en het zo intiem mogelijk te maken en het zo puur mogelijk te maken en te krijgen. Zoals een song geschreven is of... waardoor er misschien nog wel veel meer aandacht is naar de tekst. Ik weet dat niet iedereen naar de tekst luistert en dat het altijd moeilijk is natuurlijk in het Engels, maar dat lukt solo denk ik beter. En dat, ik weet niet, ik vind het wel echt heel leuk om met niet al te veel mensen een soort van iets neer te zetten dan wat hopelijk memorabel is. Maar... Want we zitten vandaag in Poponium Volt. Ja. We nemen hier ook de podcast live in Limburg eens in de maand op. Ja. En dan bespreken we altijd de shows die de komende maand op de planning staan, zeg maar. Dus vorige maand hadden we het natuurlijk ook over jou. Ja. Want ja, die show moet natuurlijk wel uitgelicht worden. Dat vond ik wel belangrijk. En toen zei ik al, je bent gewoon een van de beste singer-songwriters, tekstschrijvers van Nederland.
Nou, dankjewel. Ja, ja, nou, nee, ik luister al. Ik was net even aan het opzoeken. 2006, Panama. Ja. Luister ik al naar je. En ben ik dus ook altijd wel blijven volgen. Maar is het dan zo, als je die nummers schrijft, tot dat dan ook altijd heel klein begint? Hetgene wat je dus ook eigenlijk nu... Ja, eigenlijk point? Wel. Ik ben de laatste jaren ben ik wel wat meer... Ben ik wel eens aan het uitzoeken hoe ik liedjes op een andere manier kan schrijven. Maar het ontstaat eigenlijk altijd wel met een gitaar op mijn schoot. Of dat ik achter de piano zit, ja. Bijna altijd wel. Of de laatste tijd heb ik ook wel eens dat ik een soort van melodieën onder de douche heb of zo, weet je wel. En dan denk ik van, oh, daar moet ik iets mee. En dan pak ik daarna mijn gitaar. Maar dus ja, ze ontstaan meestal wel klein, ja. Ja. Maar toch, vanaf het eerste moment is er altijd wel een bandvorm mogelijk geweest, zou ik het zo zeggen. Of zit dat niet meteen in je hoofd dan? Ik weet dat toen ik ooit begon met demootjes opnemen, dat ik... En ik dus die liedjes heel klein schreef en ik ook nog überhaupt heel weinig verstand van had allemaal, is dat ik... ik weet nog heel goed dat ik dan bij een producer kwam in Tilburg, Bart was zijn naam, en die... dan had ik het ingespeeld, hè, en dan zei hij van, ja, wat wil je erbij, wat hoor je erbij? En dan keek hem aan, dacht, ja, weet ik eigenlijk niet, weet je wel. En later ben ik daar veel meer over nagedenken, ook tijdens het schrijven, van, oh ja, wat past hier dan bij, of wat zou ik mooi vinden of niet? Dus als die liedjes helemaal zijn, nou ja, tijdens de demo gaat het al een beetje een bepaalde kant op, omdat je bepaalde dingen probeert. Maar als je bijvoorbeeld met een producer gaat werken of met muzikanten die goed meedenken, kan het soms ook wel een andere kant op gaan. En dan volg ik altijd heel erg mijn gevoel of ik het mooi vind en of ik het vind kloppen of zo. Maar is Abbaladier dan alleen jij of is Abbaladier ook een band? Ik ben ooit in mijn eentje begonnen en ik ben vrij snel daarna een band gaan formeren. En we waren met z'n drieën vooral. Ja. En inmiddels zijn die andere twee jongens andere dingen gaan doen. En nu doe ik het allemaal in mijn eentje. Dus het begon alleen, maar toen heette je ook al Abbaladier? Of had je dat toen al bedacht? Ik had die naam al bedacht, okay. Inderdaad. Ja, maar ik had wel vrij snel naar... Even kijken hoor. Na 1 of 2 jaar of zoiets van... Oh ja, ik wil wel met een band dan spelen. En toen ben ik advertenties op digitale muzieksites gaan zetten. En toen heb ik audities gehouden en zo. Maar met de eerste twee plaatsen zijn we altijd wel met z'n drieën heel erg geweest. Ik schreef over het algemeen wel alle nummers, op een paar liedjes na. Maar op het moment in de studio of in de oefenruimte, wat dan ook, waren wij altijd wel een soort driemanschap of zo. Dan waren we wel heel erg... Dus dan lever jij gewoon eerst de basis aan en zij vullen dan ook met hun kennis en kunde aan wat er goed bij past. Ja, dat is altijd heel goed, ja. Op Panama staan... staat je grootste hit, sorry dat ik dat moet zeggen. Ja, want de anderen zijn net zoveel waard. Hè? Oh, alleen, maar dat maakt me niet uit. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb je het volgens mij ook een keer al gezegd. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Winterslaffen? Winterslever. Ja, ik ben ook mijn Duits ook niet goed hoor. Dus misschien zeg ik het ook helemaal niet goed trouwens. Maar. Iedere keer als die opstaat, dan raakt me dat het meest. En dat zijn natuurlijk nummers die... Daar moet je de plaat voor opzetten. Die zijn niet zomaar even te luisteren of zo. Nee, nou ja, je kan hem op Spotify ook. Ja, nee, maar hoe bedoel je? Ja? Ja. Ja, het is onderdeel van die plaat. Oh ja, ja. Het is natuurlijk niet gewoon één los singeltje wat je even opzet. Wat misschien met Swim With Sam natuurlijk wel... Makkelijker gaat misschien. Exact. Ja, zou kunnen, ja. Die verhalende teksten, die zijn er altijd in gebleven. Er zit altijd wel een verhaal omheen. Hetgeen wat je ook vertelt, vaak op een podium natuurlijk. Ja. Is dat echt een manier van schrijven en spelen dat je hebt moeten leren, of is dat gewoon zo bij jou opgekomen, zo van dit is het meeste wat bij mij past of zo? Weet ik niet. Ik weet wel dat ik ongelooflijk lang heb lopen struggelen vroeger met het schrijven van liedjes en ook van teksten. Als ik ging pas weer door heel veel oude schriftjes en ik heb 100.000 schriftjes gehad met allemaal ongelooflijk slechte teksten en slechte ideetjes. I love you here, I love you there. Niet, maar wel. Nee, ik wilde vooral denk ik heel poëtisch zijn. En dat moet je volgens mij juist weer niet. Tenminste, ik zeg dat niet goed. Maar in ieder geval, ik ben later juist meer gaan zoeken naar hoe kun je het wat meer, misschien juist wel aardser zeggen of zo. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval was het gewoon totaal niet goed. Maar dat is dan een vorm vinden eigenlijk. Ja, vorm vinden, ja. En ik denk wel dat ik op een gegeven moment het snelste tevreden werd met dingen die dichtst bij me stonden of zo. Niet dat ik veel verzonnen heb vroeger, maar ja, soms zat ik wel zo'n beetje misschien toch wel een beetje te eilen of zo. En dan, als je iets hebt meegemaakt of als iets je
is opgevallen wat je raakt en je zet dat om in een song, dan, ja, dan vind ik dat wel het allermooiste wat er is eigenlijk. Want dit zijn nummers die je dan voor jezelf schrijft op dat moment. Ja. En dan ga je daar een vorm van vinden, oké, welke moet op de plaat komen, welke moet uitgebracht worden en welke kunnen ook de clubs in of de theaters of festivals in. Zit er dan nog een bepaalde drang in van om die hit te scoren? Want dat is, zoals ik het in ieder geval heb begrepen, eigenlijk nooit het geval geweest. Dat was nooit tot jij zegt van ik moet daar een hitpotentie inschrijven om even... Nee, dus inderdaad, ik heb aan de ene kant niet die drang om dat te maken. Aan de andere kant kan ik het misschien ook niet of zo. Aan de andere kant moet ik ook wel weer zeggen dat als ik gewoon een song heb die voor mij gewoon heel goed is, dan ga ik wel zoeken van hoe kan ik hem het beste maken of zo. Of hoe kan die, maar dan, ja, dan het blijft altijd een... Het zoeken naar balans van... Of balans, ja, ik bedoel, die song moet voor mij nog steeds... echt zijn of weet je of ik moet niet helemaal gladgestreken worden door ik wil geen concessie doen qua dat het weet je aantrekkelijk voor de radio wijsbreker zou worden en dat ik daardoor voor andere dingen moet inleveren, dat zou ik dan nooit doen, maar ja. Wat was de vraag ook weer? Als je daar echt voor naartoe gaat schrijven of dat je daar echt ik kan het denk ik ook gewoon niet zo heel goed, omdat ik maak gewoon wat ik kan, laat maar zeggen. Ik heb een soort van, ik ben ook niet helemaal een one-trick pony, maar het is wel van ik ben beperkt met wat ik kan en dat kan ik wel goed soms of zo, maar het is niet. Als iemand zegt van schrijf nu een song met dat of met die invloed of zo, ik kan dat helemaal niet, denk ik. Of ik kan misschien een soort poging doen en dan is het misschien een beetje half gelukt of zo. Maar er zijn bepaalde schrijvers die dat wel veel beter kunnen. Die weten gewoon van, nou ja, dit zijn de elementen van dat genre of van zo'n soort song, weet je wel. En die zitten allemaal in Zweden en die zitten in een writing camp. Misschien wel, ja. En die kunnen dat supergoed. Ja. En ik ben soms best jaloers op hele goede melodieën die ze maken. Maar ik kan dat gewoon niet. En dat is ook oké. Dat heb ik, ja, dat... dus ik maak wat ik kan maken, wat ik wil maken. Want maakte jij voor de eerste plaat ook al muziek? Uitgebrachte muziek, zou ik het zo zeggen? Dit was echt gewoon het eerste en ook meteen een vorm waar je in vond van dit past bij mij. Ja, ik ben als weet ik veel, 12, 13 jaar of zo ben ik altijd bezig geweest met songteksten. Het schrijven ervan, dat vond ik altijd super interessant. En liedjes maken ook gelijk. Toen ben ik ook met... op toetsen ben ik begonnen. Heel slecht was het natuurlijk nog. Maar ik was altijd heel erg geïntrigeerd door het maken van liedjes. Dat wilde ik heel graag. Jaren later of zo, eind 2000 was dat, heb ik een keer mijn eerste echte demo opgenomen. En mijn grootste probleem was altijd ik had altijd 100.000 ideeën, wat denk ik alle creatieve mensen hebben. Maar ik had 100.000 ideeën en ik maakte nooit wat af. En ik wist niet zo goed hoe dat werkte, omdat ik altijd... dacht dat het een soort, ja, dat het met inspiratie te maken had, dat het een soort van tot je komt en dan noteer je dat en dan is het er of zo. En daarna ben ik er pas achter gekomen van ja, maar daarna moet je soms ook gewoon heel hard werken om iets kloppend te krijgen. Ja. Toen ik eind 2000 begon, ik nam een keer één demo op en dat vond ik zo gaaf. Toen had ik ze maken heel erg te pakken en toen ben ik in 2 jaar tijd heel veel liedjes gaan opnemen en elke keer. Als ik dan die thuisstudio van Bart inging, had ik steeds geen liedjes af eigenlijk. Dus dan werd ik soort gedwongen om iets af te maken voordat ik naar hem toe ging. En toen snapte ik eigenlijk, je hebt een soort van inspiratie en daarna die transpiratie. Weet je, van, je moet even aan de slag. De eerste paar regels, die is dan fijn dat je die als inspiratie hebt gekregen, maar daarna is het werk om de rest van liedjes goed te krijgen. Ja. Want dat vind ik ook zo bijzonder aan jou. Je bent al dus 19 jaar bezig dan. Zeggen tot 2006. Sorry dat ik het zeg. Nee, helemaal niet. Ja. Maar je bent gewoon een hele harde werker. Want in die jaren heb je wel flink wat platen uitgebracht. In verschillende vormen. Ja, ik vind mezelf niet een super harde werker. Dank je wel dat je het zegt. Maar ik vind dat ik wat meer zou kunnen maken. Maar ik ben een ontzettende... niet twijfelaar per se. Maar bij mij heeft gewoon echt tijd nodig dat die songs gaan rijpen. Of dat bepaalde dingen op zijn plek gaan vallen.
Ik heb ook regelmatig als ik een plaat uitbreng dat het nog een liedje van 4-5 jaar geleden is of zo, maar dat het precies dat het nu echt op die plaat past, weet je, dat soort dingen. Maar dat zullen alle acts toch wel een beetje hebben. Misschien wel. Je legt ergens op de plank en je denkt, het is niet voor deze plaat, maar ik kan daar straks nog wel een keer wat mee. Ja. Ja. En ja. Dat. Dat. Ja. Dat. Want je bent al zo lang bezig. Je hebt heel Nederland al gezien. Je bent overal een keer geweest. Je hebt veel getoerd. Ja, ik heb lang niet alles gezien. Nee, maar er komen ook nieuwe dingen bij. Andere dingen gaan weg, want dit was vroeger de Phoenix. Ja. En tegenwoordig de Volt. Ja. Dat is dan ook wel leuk, omdat je weer wat anders ziet natuurlijk. Ja. Maar hoe is dat om alleen te toeren? Om ten opzichte van die bandperiode, dat je met drie in een busje zit. En natuurlijk de geluidstechnisch zo. Heel anders. Is dat ook iets anders voor hoe je het dan voor jezelf moet motiveren of zo? Of is het gewoon nog net met... Ik sta op, ik mag vanavond spelen. Ja, ik mis het af en toe wel hoor. Met anderen onderweg zijn en spelen en zo. Dat mis ik wel op zich. Aan de andere kant vond ik het ook heel moeilijk om als wij onderweg waren. Of als we shows hadden om een plek daar te vinden op de een of andere manier. Omdat ik mezelf gewoon heel erg... ik dacht dat het daar heel raar was. Inmiddels heb ik wat andere collega's gesproken die dat ook hebben, geloof ik. Ik trek mezelf ontzettend terug een paar van tevoren. Zo. En dan ik bereid me een soort van psychisch voor. Maar dat is niet echt letterlijk voorbereiden volgens mij. Maar meer een soort... Ik weet niet wat het is, maar ik ga dan gewoon... Ik wil gewoon alle rust aan mijn hoofd hebben. En dan... En wel heel gek, want daarna sta ik het podium op. En dan staat het opeens aan of zo. Dus, en ik merkte bij toen ik met de band aan het toeren was dat die anderen eigenlijk allemaal dat totaal niet hadden. Die gingen gewoon, die konden echt altijd aan en gaan. Altijd aan en dan en op het moment dat dat gordijn open ging, wat dan ook, ging dat gewoon door. Wat op zich nog best wel een soort logische flow is, lijkt me eigenlijk. Maar ja, ik had altijd heel erg mijn rust nodig, dus dat vond ik altijd lastig. Maar het was wel gezelliger natuurlijk. Want kom je nu gewoon in je eentje in de auto deze kant op? Ja. Dus muziekje aan of podcast aan? En, ja, en ik zit ook vaak wel naar mijn eigen ideeën te luisteren. Dus dat is altijd een goede plek ervoor. Ja. Of naar oude live-opnames of weet ik wat, dat soort dingen. Dat vond ik wel leuker eigenlijk, ja. Maar wat je in het begin aanhaalde natuurlijk, het gaat ook om gages en mogelijkheden van betalingen. En op het moment dat je dan met vier man in een busje zit... is er een andere kostenpost dan alleen. Dus dat zal ook misschien nog wel wat mee hebben gedragen. Ja, ik moet nu ook zeggen, kijk, toen wij in die tijd van Panama en Where Bambi Woods, woonden wij allemaal of in Amsterdam of in de buurt van Amsterdam. Dus dan reden wij ook, met z'n drie in ieder geval, zaten we in hetzelfde busje. Als ik nu met een band speel, dan komt iedereen van de andere kant. Ja, dus dan zit ik sowieso niet in dat busje. Ik ben weer de vraag vergeten. Ik zit dan zo te denken. Ja, maar je... Dat alleen reizen is wel iets wat artiesten veel mee te maken hebben. Ik bedoel, het is niet altijd tot een manager meegaat of tot een iemand van de pers wilt komen of tot inderdaad een technieker meegaat. Nee. Je bent heel erg op jezelf aangewezen. En ik ben geen muzikant, laat dat even duidelijk zijn, maar wel een manager en toekomstige manager en nog een aantal zaken. Soms is het heel erg zoeken naar je eigen motivatie af en toe. Of zo van waarom ga ik ook weer die auto in? En waarom ga ik nou weer naar freaking Amsterdam rijden in dit geval. Precies andere route. Ja. Goed, 2 uur in de auto, 4 uur in de auto zitten, want ik moet heen en terug, voor een half uurtje fotograferen. Ja. Dat zijn soms wel van die... Nou ja, dat ik neem aan dat jij dan ook hebt, dat je, zeker als je langer bezig bent, dan ga je scherpere keuzes maken, toch? Dat je denkt van, dit is het me niet meer waard of zo. Ja. In het begin doe je alles voor de ervaring en heel veel... vind je het misschien nog een soort van extra leuk allemaal en spannend. En op een gegeven moment heb je bepaalde dingen wel gezien. En kies je dus... Kijk, ik sta ook niet elk weekend spelen. Ik doe dat echt wel in bepaalde periodes. Het is niet omdat ik het niet leuk vind, maar meer... Ik wil niet steeds het gevoel hebben van wat ben ik nu aan het doen? Of dat ik baal van het gage of allemaal dat soort dingen. Dus als ik het doe, is het niet dat ik het allemaal zo fantastisch voor elkaar heb. Maar ik probeer wel zo... zoveel mogelijk die slechte omstandigheden te vermijden. En daar ga ik af en toe nog steeds wel de mist in, maar niet zo heel vaak. Want hoe balanceer je dat dan tussen het creatieve gedeelte, niet dat optreden geen creatieve gedeelte is, maar en het optreden? Is dat dan ook echt dagen vastzetten in je planning van oké, ik ga vandaag schrijven
Nou ja, dat is iets waar ik heel lang, waar ik al jaren soort van mee struggle. Dat vind ik heel moeilijk. Okay. Omdat het thuis gewoon lastig is om te schrijven. Ik merk dat ik vaak beter op locatie, dat er dan meer ideeën tot me komen. En zo. Ja, ik wil nu niet gaan naar Martijn's video's gaan. Hoor, maar... Oh ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen tot een fijn plekje in Spanje. Aan een zwembad. Ja, maar als we met z'n allen op vakantie zijn met z'n vrienden, gaat het niet zo snel. Ik heb hem wel vaak bij me, een klein gitaartje. En dan op de een of andere manier is het met die vakanties niet gebeurd, maar vaak genoeg wel. Dat ik dan een idee heb of dat me iets komt binnenvallen. Maar wat voor mij ook bijvoorbeeld lastig is met vakanties, ik heb eigenlijk altijd wel een instrumentje bij me of zo. Omdat ik denk van ja, stel dat ik een idee heb of ik voel hem gewoon, dan kan ik eventjes zo'n ding in mijn handen pakken. Maar ik ben ook op vakantie, dus dat is altijd ook alweer gelijk zo'n struikel van mij. Dat ik denk van ja, ik wil aan de kant wil je rust en even niet schrijven. Ik wil juist helemaal niet over nadenken. Maar ja, ik weet niet, loop ik altijd met struikel. En dat thuis, dat is wel iets waar, dat is iets waar ik heel erg over aan nadenken ben de laatste tijd en aan het proberen van hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijk doen. En aan de andere kant is ook heel het laten gebeuren en je vervelen, zo hoort eigenlijk er ook bij. Maar dat is ook heel lastig. Ik heb wel eens periodes dat ik het bijvoorbeeld heel druk heb gehad. Ja. En dan heb ik echt een soort week in mijn agenda, zo dat ik een soort van streep door heb van, nu niks. En dan is het eigenlijk een soort standaard. En elke keer schrik ik er toch weer van. De eerste 2-3 dagen denk ik van, wat ben ik godsnaam aan het doen? Weet je, er gebeurt helemaal niks. En dan bij die 3e, 4e dag dan opeens komen er, een paar ideeën of zo. Dan denk ik van, daar is het weer, Maar dat is misschien ook wel de rust in je hoofd creëren. De eerste 2 dagen heb je misschien ook nodig om die vorige week of die drukke waarschijnlijk periode. Wel. Ik weet niet hoe het precies zit. Ja. Maar en nogmaals, ik weet hoe het werkt. En toch maakt me dan toch wel altijd weer een beetje zo druk. Maar ja. Maar is het dan iets wat je... sommige bands die zeggen artiesten die zeggen ik wil ieder 2 jaar een plaat uitbrengen, zit daar nog een druk voor jou in of is het gewoon omdat je ook redelijk wat vrijheid natuurlijk hebt? Dat wat jij zegt bijvoorbeeld van 1 in 2 jaar, ik weet niet of artiesten dat hebben zou, dat zou kunnen. Ik zou het liefst ook wel als ik het zou mogen kiezen, zou ik denk ook wel 1 in 2 jaar een plaat willen maken en uitbrengen zoiets. Maar dat is niet mijn drijfveer of zo. Ik vind het heel moeilijk om met een deadline te werken. En ik ben ook een beetje romanticus daarin of zo. Ik wil gewoon dat het vanuit een soort pure plek komt. En ik schrijf ook echt wel heel vaak op momenten dat ik het voel. En weet je wel, dat soort dingen. En het is niet dat ik, het zijn ook maar songs. Het is ook niet dat ik daar helemaal soort ingewikkeld over doe. Maar nee, maar het ene moment hoor je niks bij jou. En het andere moment ben je er met het opeens een decemberplaat. Ja, die was een beetje per ongeluk. En dat was wel met een hele strakke deadline. Ja, dat ik mezelf dan weer een soort half opgelegd. Maar klopt. Ja, die is een beetje spontaan ontstaan eigenlijk, ja. Ik ben altijd wel benieuwd inderdaad hoe vooral de schrijverskant, zeg maar, hoe die te werk gaan. Heb jij sessies of dergelijke buiten dan thuis, maar met andere mensen? Van die schrijverskampen? Ik heb dat wel eens 1 of 2 keer gedaan. En ik sprak een tijdje geleden iemand die dat, een singer-songwriter die dat ook doet. En zei ze ook van ik had het pas na 10 of 20 keer begon het voor mij te werken. Zei geloof ik zoiets. Ja. Dacht van oké. Ja, ik vind het heel moeilijk. Als je gewend bent om in je eentje te schrijven. Ik doe dat al sinds forever, laat maar zeggen. Dan vind ik het heel lastig om met een onbekend iemand in een kamertje te zitten. Het is wel altijd tot nu toe en of heel leuk en super leerzaam, weet je wel. Het is voor mij eigenlijk nooit een waste of time of wat dan ook. Dat helemaal niet. En ik vind het heel leuk om iemand anders leren kennen of te leren kennen in ieder geval, te ontmoeten uit de muziekbusiness. En je hebt natuurlijk altijd verhalen en je hebt altijd herkenning bij elkaar. Dat is super leuk, super leuk. En ik vind ook altijd, en wat ik heel, heel, heel erg leuk vind, is dat ik ben zo gewend om in mijn eentje te schrijven dat ik ik zie dat dus ook nooit bij een ander. Dus het voelt heel intiem om iemand anders dat te zien. En dat je denkt, doe jij dat zo? Wat een grappig trucje is dat eigenlijk. En dus opeens zit je bij iemand anders in zijn keuken te kijken, weet je wel? Dat vind ik heel erg leuk eraan. Wat ik lastig vind, is dat wat ik al zei, ik schrijf best wel heel erg op gevoel. Op het moment dat ik het dat ik het voel op dat moment. En dat ik inspeel op hoe ik me voel. En op zo'n schrijverssessie ding of whatever, dan is het natuurlijk van hup aan de slag. En dat is aan de ene kant heel goed, want daar leer je ook van. Maar dan vind ik het vaak
En muzikaal vind ik het dan nog wel interessant, maar ik ben ook een hele trage schrijver. Het kan bij mij op of opeens een soort van in mijn schoot, maar dat is dan wel een 10 of 20 andere ideeën die slecht waren. Weet je, mm-hmm. opeens denk van, hé, dit is een goed idee. Ja. En daar moet ik, anders pad moet je iets doen. Dat vind ik moeilijk. Maar soms gaat dat wel. En dan kan het ook wel zijn dat heb ik ook best vaak meegemaakt, dat die ander eigenlijk veel meer doet dan ik, omdat die gewoon sneller is. Dus ik ben dan heel erg afwachtend of zo. En dan is die andere, die slaat gewoon een spijker in het koppen. Nee. Heel goed. dat gaat dan wel. En dan kan zo'n melodie ook wat gek zijn. En dan, ja, en dan moet er opeens een tekst komen. Dat vind ik vaak echt een lastig ding, omdat ik dan, ja, dat... Dat moet op de juiste plek vallen voor ja, jou. Ja, ik heb heel veel songs nu ook, of ideeën die ik, maar waar ik mee bezig ben, misschien al maanden of zo, denk ik van, ja, waar moet dat nummer nou eens over gaan? Of wat, weet je wel, wat is het gevoel erbij? Of wat zou een goede setting zijn? Niet dat ik dan die ga verzinnen, maar meer van, ja, wat heb ik meegemaakt? Of welk, hè, over welk onderwerp heb ik nagedacht de laatste tijd, wat dan past? En dan op een gegeven moment vallen dingen op zijn plek. En denk van, hé, dit zou mooi werken. En dan ga ik proberen. En het is ook wel zo dat ik met een tekst begin op een melodie en ik denk van, nee, ik vind dat toch niet zo'n goede match, weet je wel. En dan gaat het weer de prullenbak in. En weer opnieuw beginnen. Ja, en dan opeens denk ik wel eens van, hey, wacht. Ik heb eigenlijk altijd wel een soort van, ja, allerlei luikjes zo die openstaan. En dan af en toe trek ik twee dingen naar elkaar toe en denk van, past dit? En dan ga ik ermee in de slag. En dat vind ik dan op zo'n dag, vind ik dat wat lastiger. Het is misschien een hele andere manier, hè. En het is misschien als ik het vaker zou doen, dat ik het zou leren. En misschien moet ik ook niet zo moeilijk doen, ik weet het niet, maar... Nou ja, je hebt wel bijzondere uitstapjes gemaakt, toch? Met hip-hop. Zoals? Met hip-hop, toch? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Wat heb ik gedaan? Ben ik even goed aan het nadenken. Je hebt niet standaard elementen gepakt. Hetgeen wat je nu zegt, die twee elementen bij elkaar trekken. Styx heeft dat ooit een keer gezegd. Okay. Je moet twee totaal verschillende dingen bij elkaar brengen. Ja. En dan heb je een nummer. Dat is waar. Ja. Die constaterend zijn. Maar dus in de hip-hop heb je natuurlijk wel wat vaker al dat soort dingen. Ja. Het zal niet alleen de hip-hop zijn, maar ik ken gewoon daar te weinig muziek voor misschien. Ja. Waar zit je aan inspiratie dan muzikaal gezien? Waar luister je zelf naar? Of van het heden of het verleden? Ja, vind ik lastig, want ik heb wel mijn favoriete artiesten, maar het is dan niet dat ik die dan dag en nacht aan het luisteren ben. Ik ook niet hoor. Ik kwam nu ook weer iets heel tofs nieuws tegen waarvan ik denk, dit ken ik ook niet. Nou ja, nu ga je me vragen en dan moet ik dat weer gaan zoeken. Want ja, dat ken ik natuurlijk allemaal nog niet uit mijn hoofd. Maar dat is voor als je telefoon dichtbij hebt. Ja. Jane Kramer, weet ik veel. Zeg nog niks, maar dat zegt... Ja, heel tof. Alternatieve folkmuziek staat hier. Ah, ja. En ik kom dat toevallig tegen bij So Far Sounds. Ah ja. Dat heb je weer nieuws ontdekt. Geweldig platform, ja. Ja, dat is, daar kun je echt dagen aan besteden. Ja. En nog steeds ben je niet door het hele platform heen. Nee, dat is al best. Nee, het is ontzettend veel, ja. Ja. Maar voor jou? Oh ja, qua inspiratie of zo. Ja. Waar ik naar luister. Ik merk dat... ik weet, dat is niet het goede antwoord misschien nog. Maar ik merk wel dat mijn urge of mijn drang om nieuwe dingen te ontdekken, dat veel en veel minder is dan vroeger. Niet dat ik alles al gehoord heb, maar... Ja, misschien als je wat ouder zo hebt, ben je misschien toch wel een klein beetje verzadigd op een gegeven moment met bepaalde dingen. Of dan moet je wel iets heel bijzonders horen, waardoor je weer soort van blown away bent. Mm-hmm. Dan ben ik dat misschien eerder van een song of zo. Dan. Ga je zelf nog naar een artiest kijken? Zal ik dat dan zo vragen? Ja, ook goeie. Niet zo heel vaak, soms wel. Ik zou naar Robin gaan, dat ik een hele toffe artiesten vind. Dat concert is nu net verplaatst vandaag. Ja, naar de AFAS. Het wordt een zitconcert. En denk ik van, nou, wat krijgen we nou? Maar goed, dus ik ga af en toe wel naar concerten. Niet zo heel vaak. En, is dat ook om jezelf een beetje te beschermen tegen copyright-achtige dingen? Nee. Dat je dat zo... Nee, dat denk ik niet over na. Nee. Nee, ik vind misschien soms een beetje gedoe of zo met die kaarten. Of dat het kijk, ik zou bijvoorbeeld heus Eddie Vedder wel willen live zien in zijn eentje, maar ik ga echt niet meer dan 100 fucking euro voor hem betalen. Kan die echt dikke. Ja, hij was een duur, zag ik ja. Ja, hou op, joh. Hou op, echt. En maar ja, nee, als er iets komt wat ik helemaal te gek vind, dan ik dit is toevallig niet doorgaan, maar ik wilde naar een Nene Cherry in de Melkweg. Oude hiphopster.
Ken je haar of niet? Ja, ja. Ja, uit de jaren 80. En die maakt nog steeds hele goede plaat, vind ik. Dat ging dan niet door. Maar dat ik had wel wat dingetjes in mijn agenda staan. Troye Sivan ben ik geweest. Een tijd geleden ben ik naar Oscar and the Wolf geweest. Wat ik echt helemaal te gek vind. Vorig jaar zomer geloof ik Damien Rice. Of is het alweer een paar zomers geleden? Ik weet het al niet meer precies. Oh, dat is wel heel, ook een hele goede artiest, hè? Ja. Holy Christ. Ja. Ik geloof wel dat ik iets meer... Het klinkt heel textueel juist, toch? Ja, ja, vind je? Ja. De artiest of... Ja. Ja, schrijven, nou ja, als ik schrijven niet hele slechte nummers, zal ik nee, het zo zeker niet, zeker niet. Nee, maar als ik naar Oscar and the Wolf ga, vind ik vooral of de show. Dan vind ik de show heel gaaf, ja. En de vibe van die songs en de manier hoe hij performt en dat soort dingen. Maar en als ik naar Damien Rice ga, dan ga ik wel luisteren inderdaad, ja. En ga ik wel voor zijn craftsmanship of zo. En het feit dat ik gewoon heel erg geraakt word. Ik denk dat ik iets meer, ja, Sufjan Stevens vind ik. 2 jaar geleden geloof ik geweest. Is het alweer 3 jaar geleden? Ik weet het er geen eens meer. Maar het lijkt ook net of ik heel weinig ga. Maar ik ga heus wel naar concerten. Maar ja, ik ga dan denk ik wel liever voor echt een goede ervaring. In Carré bijvoorbeeld of zo. Mm-hmm. Weet je wel? Voor bijvoorbeeld een Sufjan Stevens. Ja. Of destijds Damien Rice in dat Royal... Wat was het nou? Hoe heet het nou? Bij het paleis in ieder geval. In ieder geval een mooie locatie. Of een, ja, een bijzondere ervaring of zo. Casey Choice ben ik van de zomer geweest in het... Amsterdamse Bos, wat heel hele mooie, bijzondere dag was. En ik zou het eigenlijk wel weer leuk vinden, ook, dat doe ik te weinig dan, om ook weer juist heel klein ergens bij, gewoon bij een beentje te gaan kijken en hopen dat het tof is. Weet je? Ja. Dat vind ik ook te gek. Gewoon ergens een deur open trekken en zien wat er gebeurt. Ja. 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 Nou, ik was toevallig een 2 weken terug, denk ik. Nou, de podcast en data, dat is moeilijk, maar tijdens de Pinkpop persconferentie moest ik in Amsterdam zijn natuurlijk, want dat vindt plaats in Amsterdam, hè. Limburg Festival. Ja, inderdaad. Ja, wat gek eigenlijk. En toen moest ik daar toevallig overnachten, omdat ik de volgende ochtend weer in die regio moest zijn. Ik denk, ja, het heeft geen zin voor mij om op en neer te rijden. Slecht voor het milieu en zonde voor mijn geld. Ja. Kan ik net zo goed aan een hotelletje daar geven. Mm-hmm. En toen dacht ik, ga eens kijken wat er te doen is. Ja, want ja, Amsterdam is altijd wel iets te doen. Dat viel veel vies tegen. Oh ja, oh jee. Maar ik kwam uit bij Lebbes. Oh, leuk. Want die deed 20 shows in Amsterdam over het Amsterdam-verhaal. Ik denk, ja, ik heb niks met Amsterdam-verhaal, want ja, dat ligt mijn route sowieso niet. Maar ik denk, ja, ga gewoon even kijken. Ja. En dat was in Betty nog iets, kan dat? Betty Asfaltcomplex. Ja, leuk. Dat heel klein, heel intiem. Ja. Bleek een try-out show te zijn, had ik totaal gemist, maar dat maakt me niet zo uit. Nee. Ja, heel gezellig. Het past erin, 70 mensen, 100 mensen maximaal. Ja, ik ben ook één keer geweest, dat was leuk, ja. En dat is natuurlijk ook wel gewoon leuk, om gewoon dat soort dingen gewoon te doen. Het kost ook op zich niet zo heel veel, 2 tientjes of zo, max. Dat is nog wel te doen, om gewoon een keer een avondje weg te gaan, terwijl als je na een grote show, hè, wat je al zegt, zo'n Eddie Vedder, dan mag je wel echt even die beurs goed opentrekken. Ja. Is dat iets voor jou als muzikant waar je dan ook nog mee bezig bent? Met geld te stromen, hè? Wat mogen tickets kosten, waar wil ik spelen en wat moet dat dan zijn? Zeker, ja, ik doe denk heus wel ook na over dingen, maar het gaat bij mij wel heel vaak ook vanuit een soort gevoel dat ik denk, ja, ik vind het moet voor mij vaak een beetje goed kloppen. Als ik, ja, nou, nogmaals, zo'n Eddie Vedder vind ik gewoon niet kloppen. Ik vind niet als je in je eentje ergens gaat staan en je vraagt meer dan 100 euro, dat klopt niet. Kijk, als hij een zegt van ik kom met een heel orkest spelen van zoveel man. Dan begin je gewoon die kop te tellen en denk je, nou... Dan snap ik dat wel. En denk van, en dat is een bijzondere manier van een show geven en bla bla. Ik ben ooit naar Kate Bush geweest in Londen, waar ik heel veel geld voor betaald heb. Alleen voor haar. En omdat ze, nou, zij had 35 jaar niet meer opgetreden. Dus dat vond ik. En ik wist wel dat het iets heel bijzonders ging worden. Ook geen moment spijt van gehad. Maar en ook daar was het dat je denkt, ja, maar ja, het was heel veel geld. Maar daar liepen heel veel mensen op het podium rond. En weet je, dat gebeurde echt wat. En ik vind dat het een beetje moet kloppen. Ik snap het ook niet zo goed als je al zoveel succes hebt gehad en je hebt zoveel geld verdiend, waarom je dan, en je bent altijd soort opgekomen voor de working class of zo. Dan vind ik het heel raar dat je
Of zorgt dan voor dat je dat verschillende prijsklassen zijn of zo. Ik weet het ook niet precies, maar ik snap het gewoon nou niet. Nou ja, U2 deed dat natuurlijk en Bon Jovi ook. Weet je, als je boven in het stadion ging zitten, kon je daar voor 20, 30 euro bij zijn. Oh ja, te gek. En als je lekker onderaan wilde zitten, dan is het 160 euro aftikken. Ja. Nou oké, dat vind ik dan een veel beter ding. Want maar zelfs bij U2, dan denk ik, ben ik alweer een tijdje niet geweest. Maar daar krijg je natuurlijk ook echt wat. Dat waren altijd gigantische... Dat zijn shows. Ja, daar hangt wel wat, er staat wel wat. En productiewijs, hoeveel trailers daarvoor moeten rondreizen. Dat kan ook niet voor 10 euro. Ja, nee, daarom. Dus dan, nogmaals, dat vind ik dan ook weer een soort van kloppen. Ook al, ja. Dus dan kan het veel geld zijn, maar dat je denkt, je kan er iets bij voorstellen dat veel geld kost. En ze, wat ik ook gezien heb, ze zijn heel vaak vooruitstrevende shows. Of, ze deden vaak dingen die nog niet eerder waren gedaan of zo. Denk ik, ja. Totale podia maken voor één tour. Ja, ja dus... Ja, die 260, heb je die gezien? Nee, volgens mij niet. Ja, dat was wel een dingetje. Ja, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Zit net wat dwars. Ja, ja. Kan gebeuren. Ja. Ja, zie, ik had wel gewoon water moeten pakken. Ja. Ik heb altijd een fles water bij me, maar die is weg. Het is inderdaad wel lastig. En op het moment dat jij nu op een podium staat, je speelt vandaag de kleine zaal, de grote zaal. Een kleine zaal. Kleine zaal. Dus lekker intiem. Staan de stoeltjes of niet? Nee, ik ben nog helemaal niet klein. Het werd net gevraagd. Normaal hou ik wel van zitconcerten, maar ik heb nu dacht ik ook weer opgevoeld. Ik dacht van volgens mij moeten we gewoon staan. Het is weekend. Ik weet niet. Het voelde gewoon fijner om gewoon lekker te gaan staan vandaag. En als je dan zo'n show speelt, zoals deze tour, want dit is de laatste of de eerste? De laatste van de laatste. Van de tour. Ja, dat heb ik wel goed gezien. Ja. Wat is deze tour? Is het allemaal oude hits voorbij horen komen? Een mengelmoes tussen je oeuvre? Dat doe ik eigenlijk sowieso altijd. Ja, want ik ben het ook maar in de tekstjes gaan zetten, laat maar zeggen. Omdat ik kreeg op een gegeven moment zoveel mailtjes van... speel je dan wel die nummers nog? Speel je wel dingen van Panama? En ik vind, ja, natuurlijk. Waarom niet? Ik hussel alles door elkaar. Vroeger speelde ik eigenlijk in mijn eentje, vooral zonder setlist, dat ben ik... weer wat meer aan het doen. Dan denk ik van, deze songs ga ik sowieso waarschijnlijk wel spelen. Dat het weer ietsjes duidelijk is wat ik ga doen. Die standaard request songs. Ja, ik heb af en toe ook wel wat dingen dat ik dacht van, ik had bijvoorbeeld Robin the Second, wat gewoon altijd een fan favoriet is. Die speelde ik in mijn eentje nooit. Omdat ik dacht van, wordt dat wel interessant genoeg of zo. Maar op een gegeven moment dacht van, mensen vinden dat een hartstikke mooi liedje. Ik vind het zelf ook fijn om te spelen. Zo ben ik dat een beetje gaan proberen. En volgens mij werd hij ook een paar keer aangevraagd een keer. En dat ik dacht van, dit werkt misschien toch wel. En ik vind het ook wel leuk om daar een soort van balans in te vinden. Wat wil het publiek horen? Of wat vinden ze mooie liedjes? En wat wil ik? Of zo. Ja, niet dat twee verschillende dingen zijn, maar... Het zou wel kunnen. Het zou kunnen, ja. In ieder geval, ik hou er gewoon niet van om... ik vind Swim with Sam spelen nog steeds heel fijn. En dat doe ik met alle liefde. En ik vind zelf ook nog steeds een mooi liedje, gelukkig. Maar stel dat ik dat minder zou hebben, zou ik het best wel stom vinden om dat dan niet te spelen op zo'n avond. Dat vind ik echt stom. Maar gelukkig vind ik het een mooi liedje. je hebt hem al behoorlijk wat keren aan de ene kant mogen en aan de andere kant moeten spelen. Ja. Ik vind het zelf jammer als mensen niet meer dan dat hebben gehoord. Dat is dat ene nummer wat altijd die top wordt ingestemd. Ja. Terwijl je zoveel meer nummers hebt gemaakt de 13 jaar erna, zou ik zo zeggen. Die mensen dan helemaal niet kennen, dan kopen ze een ticket op dat ene nummer of zo. Dat zit misschien in mijn hoofd meer dan... Nou, het zou kunnen. Wat ik zelf bijvoorbeeld wel heel leuk vind, is dat in het vorige toertje stond ik bijvoorbeeld in Paardcafé. En mijn ouders waren ook komen kijken sinds een tijdje weer. En het was precies een goede optreden dat zij kwamen, omdat ze konden zien hoe goed het was. Maar wat ik heel bijzonder vond, en dat was een uitverkochte show in het Paardcafé... Nee, in ieder geval, hartstikke leuke setting. Maar daar viel me op hoeveel er werd meegezongen. En ook van, hoeveel verschillende songs ook. Mm-hmm. Voor mijn gevoel was die hele show van A tot Z meegezongen. Maar dat zal wel een beetje overdreven zijn. Maar in ieder geval werden heel veel songs meegezongen. En toen na die show, en ook wel tijdens, voelde ik me gewoon heel erg, een beetje truttig misschien. Maar een soort van bevoorrecht dat ik dit mag doen of zo. En dat ik dit nog kan doen na al die jaren. En dus het publiek is misschien wat minder groot dan vroeger. Wij stonden vroeger voor iets grotere zalen. Maar
Wat jij nu zegt inderdaad, van dat is voor het ene liedje. Dat, ik heb het gevoel dat me dat bijna nu niet meer overkomt. Dat, het, dat, dat, dat echt de liefhebbers, laat me zeggen, dat die dus erop afkomen. En ook andere liedjes juist willen horen. Die zijn gebleven en die komen, die kopen je ticket en die kennen. Ja, en die kennen dan ook gewoon het nieuwe werk en zo. Dus dat vind ik heel erg leuk. En het is niet dat ik het ene per se beter vind dan het andere. Maar dat vind ik wel iets moois aan in ieder geval. Ja, maar dat is ook fijn. Inderdaad. Kijk, je hebt in al die jaren natuurlijk een grote groep fans opgebouwd door het hele land. Iedereen kent je wel in een bepaalde vorm. Dus dat is alleen maar positief. Wat is de toekomst voor jou? Is dat nieuwe plaat schrijven? Is dat de Carré boeken voor volgend jaar? De Carré boeken. Dat zou te gek zijn. Het is grappig, want uiteindelijk breng ik natuurlijk wel heel vaak een album uit. Maar ik op de een of andere manier denk ik bijna nooit zo van ik ben aan een nieuw album bezig. Ik ben gewoon met songs bezig. En op een gegeven moment, het is misschien hetzelfde hoor, maar het is gewoon gevoelsmatig is dat anders voor mij. En op een gegeven moment denk ik van, ik heb deze songs, past het bij elkaar? Is dit wordt dit eigenlijk een album of niet? Of wie weet ga ik in de toekomst ook wel meer in EP's werken? Ik weet het niet hoor, maar... Allemaal losse singeltjes. Ja, dat vind ik dan ook weer wat minder. Op een of andere manier ben ik dan... Woodstick heeft dat gedaan, toch? Oh, dat kan wel, ja. Iedere maand één single met de naam van de maand. Oh ja. Ja, dus daar is helemaal niks mis mee natuurlijk. Maar dat past minder goed bij mij, vind ik. Ik weet niet. Ja, ik ben er wel een beetje over nadenken soms. Maar het uiteindelijke doel is vaak wel... gewoon hele goede en mooie liedjes maken. Of die altijd weer hopelijk beter zijn dan wat ervoor geschreven is. En... Want je mag mijn bubbel heel even doorprikken als dat nodig is. Doe je alles zelf of niet? Als een zijnde niet, de muziek weet ik dat je alles zelf doet. Maar tour management, platenlabel. Ook muzikaal gezien doe ik echt niet alles zelf. Want ik werk wel vaak mensen in de studio natuurlijk. En muzikanten hebben vaak echt wel een hele goede, goede rol, laat maar zeggen, in het hele proces. Ik maak wel alle beslissingen zelf wel, maar ik laat wel me inspireren of me adviseren door mensen om me heen. En er om me heen, afgelopen jaar heb ik heel veel zelf gedaan. Echt heel veel zelf. Maar de laatste anderhalf, twee jaar ben ik wel heb ik een management om me heen ook wel. Maar die doen ook soort, niet om hun om het minder te maken, maar die het is meer dat ik gewoon af en toe eens met hun zit om een beetje te sparren. En dat zij mij soms mij helpen om wat dingetjes te doen. Maar ik doe nog steeds erg veel zelf. En ik heb sinds kort eigenlijk ook een boeker, Muzink, uit Groningen. En die hebben nu deze laatste tour geboekt voor mij. Ik doe heel veel zelf. Ja. Ik bedoel, ik wil niemand... Je doet niemand tekort. Onrechten aan, dat doen inderdaad. Ja. Maar ik doe veel zelf. Ja. Ja. Want dat is gewoon, het is gewoon misschien nog wel extra hard werken als je na het heel veel zelf moet doen. En dan is het misschien ook wel moeilijk om te zeggen over 4 jaar... Is het dit? Want je bent nu bezig met het heden en nu met de tour, de laatste show, die je dus in het Poppodium Volt plaatsvindt. Ja. Maar als jullie dit horen, is die show al geweest. Mm-hmm. Ja, dat is altijd een beetje lastig aan die niet-live podcast. Je kunt gewoon lekker luisteren op Spotify, toch? Zeker. En ik kom heus wel een keer terug. Ja, en vinyl kopen, want je hebt nog... Ik heb alles, bijna. Ik heb dat op een gegeven moment gewoon een keer aangeklikt. Ik weet niet als je dat nog weet, maar ik heb toen op een gegeven moment gewoon al die vinyls aangeklikt. Ja, ja. Zo, doe maar verzenden naar Reuver. Veel plezier. Ja, ja. Ik weet niet, meer als ik die nog allemaal heb. Of toen, ik heb één keer een hele grote verkoop gehouden met al mijn cd's en dvd's en vinyl. Dus het enige wat ik nog ongeveer heb is volgens mij Epica en After Forever's. Oh ja. Ik weet niet meer. Ik weet niet als ik die nog heb behouden. Maar het is okay. Ik doe ook dingen weg hoor, dus no worries. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon dingen weg doen. Mensen, soms moet je dingen weg doen. Je hebt er ook hele Netflix-series over, met een andere verhaal. Klopt. Dan wil ik hem even een beetje afronden eigenlijk. Is als goed. Je even, dan moet ik nog één plug doen, want voor degenen die dit in het begin luisteren en de show is nog niet geweest, dan kun je op dinsdag 9 april gaan we een show organiseren onder Shark Sessions Live natuurlijk weer. Dit keer met One Word uit Amerika. In de nieuwe Nor in Heerlen, dus niet in Volt. Daar komen we misschien nog wel een keertje terug, wie weet, als je een beetje goed oplet. Die show is natuurlijk weer gewoon helemaal gratis toegankelijk, net zoals eigenlijk deze podcast ook natuurlijk gewoon gratis te luisteren is. Maar als je wilt helpen, dan kan dat op patreon.com/mcshark natuurlijk. Zo houden we in ieder geval alles gratis en kun je gewoon ook fijn betalen voor muziek, of voor podcasts, of voor shows. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, want anders, muzikanten kunnen ook niet leven op... een betaling van Spotify stream als je nog heel onbekend bent. Als je groter bent, de U2's die kunnen daar wel lekker van leven. Ja.
Alleen die krijgen natuurlijk niet alles doorbetaald. Dat is een ander verhaal. Andere keer een podcast voor. Nee, maar het is natuurlijk wel goed om, om creativiteit te ondersteunen, vind ik. En dat kan op dit platform. Je kunt de vinyls kopen van Balladeer. Je kunt naar de shows komen in de toekomst. En als je een keer een crowdfunding houdt. Hè? Oh ja. Net wie weet weer ooit, ja. Ja, dat werkte toen goed, toch? Werkte heel goed. Ja, ik weet nog wel toen ik op een gegeven moment ook mijn tekst had geschreven. Dan stond ik heel erg een soort van in van eenmalig of zo. En, toen, en iemand die nakeek, die zei van moet je dat wel doen? Want wie weet, slaat het aan en wil je het nog eens doen? Toen zei ik van, oh ja, dat is wel waar. Dus dat is eruit gegaan. Dat heb ik er toen uitgehaald. Ja, ik ga het niet elke keer doen, maar het werkt misschien, wel. Misschien weer op een gegeven moment, ja. Je never know. Nou ja. Bedankt voor het luisteren. Dit was de 49ste Shark Talk. Dus dat betekent dat de podcast met One Word de 50ste gaat worden. En dan in dat geval, wanneer we het gaan opnemen, bestaat deze podcast ook een jaar. Dus dat vind ik wel tof. Wow. En hopelijk dat ik daar nog een jaar bij kan plakken, of twee, of drie. Je weet het maar nooit. Dank wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!